Veel autoverhuurbedrijven in onze provincie hebben nauwe banden met zware criminele bendes, meldt de NOS. De politie heeft maandenlang onderzoek gedaan. Bedrijven verhuren auto's met verborgen ruimtes en criminelen stoppen er dan drugs, wapens en geld in. Afgelopen week waren er meerdere invallen. Afgelopen dinsdag nog in Tilburg en vanmiddag in Roosendaal. Het zijn meestal onopvallende auto's die worden verhuurd, zoals bijvoorbeeld een Fiat Punto of een Volkswagen Polo. In totaal zijn de afgelopen maanden in West-Brabant en Zeeland 109 personen gecontroleerd die rondreden in een huurauto omdat de politie vermoedde dat er iets mis mee was. Zo'n 90% van de gecontroleerde inzittenden had inderdaad een crimineel verleden. We hebben de indruk dat er steeds meer autoverhuurbedrijven opgericht worden, echt om de criminele industrie te faciliteren. Criminelen zetten dus niet meer de auto op hun eigen naam, maar huren die en soms voor langere tijd. Ja, in Roosendaal is Jan Walen, daar zijn ze volgens mij nog bezig met die inval. Ja, hoe gaan die bendes nou te werk, Jan? Ja, die huren dus, zoals de politiewoordvoerder al zei, graag auto's. Die betalen ze dan cash. Dan kun je anoniem ergens naartoe rijden. Weet niemand wie er in die auto zit. En mocht je dan eens tegen de lamp lopen, dan kan de politie zo'n auto in ieder geval ook niet in beslag nemen. En in sommige gevallen worden dat soort auto's ook nog op een bijzondere manier geprepareerd. Na de controle is een speurhond door het voertuig heen gegaan. Er wordt hier een verborgen ruimte aangetroffen. Ja, dat is dus bij beide zijden het geval geweest. Ook aan de bestuurderskant hebben we hier hetzelfde verhaal, waar ook drugs zijn aangetroffen. We hebben een stuur waar een stuurkolom in zit. Daar zou al iets verstopt kunnen zitten. We hebben ventilatieruimtes die als je ze openmaakt, wat je ook niet ziet natuurlijk. Dus in principe zouden daar allemaal dingen verstopt kunnen zijn die niet mogen, zeg maar. Ja, Jan, hoe zijn ze die bendes op het spoor gekomen? Nou ja, het viel de politie op dat er wel heel veel autoverhuurbedrijven zijn in deze regio, officiële en minder officiële. Neem nou een stad als Groningen, die is ongeveer even groot als Tilburg. Daar zijn 19 autoverhuurbedrijven. In Tilburg zijn het er 56. Nou, dat leek geen zuivere koffie en zo is de politie aan het onderzoek gegaan. En toen bleek er die nauwe banden met criminele organisaties. En Jan, als jij of ik nou zo'n auto huurt, zitten er dan misschien ook drugs in? Nou, die kans is niet zo heel groot, want veel van die autoverhuurbedrijfjes die zijn echt speciaal voor die criminele markt opgericht of richten zich daar vooral op. En daar kunnen wij niet huren. Een van die bedrijfjes zit bijvoorbeeld op de 6e verdieping van een flat in Tilburg. En een ander is eigendom van een 19-jarige jongen die een paar maanden geleden nog studiefinanciering kreeg en nu ineens eigenaar is van een autoverhuurbedrijf. Nee, die bedrijven lijken voor een belangrijk deel echt speciaal voor criminelen te zijn opgericht.